Hallo iedereen, dit is Björn, oftewel Bliefjes, en welkom bij deze nieuwe aflevering van Let's Play Omzi 2. Met Bliefs natuurlijk, en voor vandaag gaan wij rijden in, jawel, deze mooie Mercedes-Benz in Berlijn zijn we momenteel. Berlijn, de mooie hoofdstad van Duitsland, waar anders, hè. We gaan eens eventjes voorin zitten en we gaan deze mooie stoere bus eens eventjes uitrusten. Daar wil ik eigenlijk gewoon mee aanzetten natuurlijk, wat anders. Even het contactdoel aan. Even kijken. En wij gaan vandaag het stukje rijden van de Wüppestraße naar Am Waldfriedhof. Zo heet dat volgens mij. En even kijken. Wüppestraße. We moeten even kijken welke code we daarvoor nodig hebben. Wüppestraße. Even kijken. Wüppestraße. Ja. Ik zie heel veel Wüppestraße, maar ik zie nergens Wüppestraße de goede richting uit. Am Waldfriedhof. En ik zie van... Oh nee, wacht even. From Wüppestraße to Am Waldfriedhof. Ja, oké. Dus heb ik de code gevonden. Dat is in ieder geval goed. Zonder code kun je niet gek veel. Doe even de... Bus starten natuurlijk. Eens even kijken. Deze moeten we zometeen eventjes in de... Vooruit zetten. Heel goed. Dat doen we nog uiteraard even voor de koukleuren. Doen we even hier de verwarming aan natuurlijk. En zo. En dan denk ik... Zo. Zal wel goed zijn, denk ik. Kunnen de ramen trouwens nog open? Woe! Hallo! Doeg! Dus ja, dat moest gewoon eventjes. Wat zei ik? Oh ja, de code moeten we nog invullen. De code. Even kijken. Voor deze is dat, als het goed is... Even zien. Deze dacht ik. Even kijken, want dit moet dan zijn als het goed is. I 28500. Ja. De route is 0. Alleen de ziel is. Even kijken. Ziel is inderdaad 002. Sonderfahrt, daar klopt geen ruk van. Even kijken, zone. Kunnen we niet invullen. Kak. Ik wil namelijk de... Want je moet normaal gesproken moet je van die zones moet je hier invullen. En deze zone die staat voor... Of niet. Ik zie hier echt een code staan. Dit zie ik hier letterlijk staan. Alleen er staat nog een code staat ervoor. Als ik nou hier zone... Ah, zone kan ik niks meer doen, hè? Wat nou als de ziel op 0 moet staan en dat de route 002 is? Yay! Goed geraden dus. En dat klopt, het ziel is inderdaad dan 115. Dat is correct. Dus hij staat nu goed ingesteld. Dat is mooi. We hoeven eigenlijk pas over 6 minuten te vertrekken. Maar hey, we zetten gewoon een tracker even netjes aan. Zo. Kijken of ik ook goed zit. Het lijkt erop van dat ik... Even kijken, even goed zitten. Het lijkt erop dat ik goed zit. Nou, voor nu gaat het even goed eigenlijk. Even kijken, we staan hier nog bij de terminus. Hoe laat mogen we hier wegrijden bij de terminus? 57. Oké, nou laten we gewoon de tijd eventjes vooruit spoelen. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Goed. Dan doen we even de lichten aan. Zo. Even de deuren vergrendelen. Remmen vanaf. En dan gaan we vooruit, denk ik. Even kijken, waar moeten we naartoe? Een dikke pijl die kant op. Dus ik denk dat we die kant uit moeten. Een stoepje. Ah, daar hebben we net. Ik had die bocht wel iets breder mogen nemen, maar oké. Whatever. We gaan nou even op weg naar de Wüppestraße. Even kijken waar dat stomme, waar dat gekke ding is. Die Wüppestraße. Komt in ieder geval niks aan. Kunnen we oversteken. En daar is onze eerste halte waar best wel veel mensen staan te wachten. Maar we moeten even... Even wachten op de voetgangers natuurlijk. We kunnen niet... Nou, ik ga hem toch even centreren. Kijk in ieder geval een stukje beter zo.
Ik wil wel mijn nek kunnen relaxen. Zo inderdaad. Prima. Daar gaan we dan. Wupperstraße, dames en heren. Oh, gaan we zo doen, ja? Word je zo moe van? Hallo. Dat ze op een rare manier gaan instappen, daar snap ik echt helemaal niks van. Is dat zo koud hier in bos? Koud? Man, hé, wat heb jij? Hier, voluit, huppakee, alsjeblieft. Hallo. Is dat zo koud hier in bos? Ja. Man. Hier, wil je grote ventilator? Alsjeblieft. Kunnen we gaan? Klaar met dat gezeik? Zo. Prima, nou. Met een kleine vertraging zijn we vertrokken bij de Wupperstraße, maar die gaan we waarschijnlijk wel weer inhalen. Heb ik het vermoeden van? Wupperstraße. Daar ben ik net geweest. Bis gut dann. Daar moeten we inderdaad naartoe, ja. Man. Zien, waar moeten wij naartoe? Hier af. Ja, je ziet dat het stoplichtje daar staat op groen, dus wij mogen gaan. Oh, meteen hier al. Oké. Er zijn veel mensen hier. We rijden voor mij minder te middag. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Hallo. Kunnen Sie bitte die Heizung aufdrehen? Ik heb de fucking verwarming aan. Wat wil je, harde blazen of zo? Hier, hoppakee. Hallo. Voor mij niet zo helemaal goed de deur van de vergrendeling afgehaald of zo. Ja, nou deze bussen die gooien maar meteen de dingen eruit, hoe heet dat? De omroepen die gooien ze maar meteen allemaal erheen zo, alsjeblieft. Hallo. Hallo. Ja, frieren die nog, wenn sie es nicht wären. Morgen. Van, ik heb de verwarming aan! Wat zeuren jullie allemaal? Heizung, alles! Wat wil je dat ik die bus een sauna maak of zo? Goeiedag zeg, hé. Ik moet wel een beetje vaart maken nu, want ik wil graag die vertraging zo ver mogelijk inhalen. Maar ja, als overal mensen staan. Oh nee, dat meen je niet. Yo, moet je kijken wat de mensen. Hallo. Hallo. Oh, wat druk in de bus dan niet, hè? Foei. Anyway, we gaan gewoon verder. Maar echt, wat een drukte hier in de bus. Dat stond ook helemaal nergens op. Ik heb het nog zelden echt zo druk in de bus gehad als vandaag, maar goed. Een volle bus is ook een keer wat leuks natuurlijk. Leerstraße. Ja, die ene, ja. Die ene straat, inderdaad. Nou, laten we vol gas geven, dat we in ieder geval de tijd een beetje kunnen inhalen. Oh ja, nou willen we in één keer met ze stoppen, ja, tuurlijk.
Mijn bus heeft ook turbo of zeker, of niet? Morgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Mijn god, ik hoop dat het ergens hier een keer een lange halte komt ofzo, maar het valt al wel redelijk tegen als je ziet hoe snel we weer verder moeten. Leo Beckstraße, ja, daar gaan we nu naartoe inderdaad. Ja, hallo, kom er maar in. Morgen. Hallo. Oh ja, tuurlijk. Geweldig hoor, gaat echt gewoon net als stoplicht gaat op rood. Nou. Ja. Dan zitten we waarschijnlijk tegen een minuut vertraging aan te kijken zometeen. Tenminste, daar kun je echt wel donder op zeggen. Wat doet hij nou weer dan? Is het denk ik nog zo, ja, met die stoplichten geregeld? Bijzonder. Ja, je kunt hier echt niet, hoe noem je dat? Je kunt hier ook helemaal geen snelheid maken of de volgende halte die kijk je alweer aan eigenlijk. Hallo. Morgen. Hallo. Morgen. Morgen. Blijf alsjeblieft gewoon groen of zo. Doe me enig plezier hier. Echt, op elke halte staat hier gewoon serieus iemand. Oh, stoepje. Als ik zeg, dan zie ik ook geen reden waarom ik wat moet zeggen. S-Bahnhof Zehlendorf. S-Bahnhof, hey, kijk eens aan, we komen bij een, hoe heet dat? We komen bij een, hoe heet dat? Een station aan. Oh, goeiedag, hey. Een beetje lek in het spel vanuit mijn kant, kun je niks aan doen. Groen, 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 dankjewel. Ik weet alleen niet wat die A betekent daar, maar goed. Er staat er wel een A. Ik weet niet of je dan door mag rijden of wat het ook is. Nou. Zoveel mensen die instappen, zoveel mensen die ook weer uitstappen. Goeiedag, hé. Nou, schiet op, deuren dicht alsjeblieft. Oké. Okay. Gas geven.
Gelukkig, dankjewel. Zehendorf Eichen moeten we naar de gaan. Hier. Zehendorf Eichen. Dat is deze inderdaad. Huh? Oh, dat is die. La 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 la. Dag jongens. Nou, een beetje aanmaken, het stoplicht al op groen. Ah, kom op zeg, jongens. Verdorie nog aan toe zeg. Wat zeg, hoeveel mensen willen hier in godsnaam uitstappen, maar goed. Dus even kijken, we moeten nog een goed half uurtje rijden volgens mij, dus hebben we dan zat tijd. Oh nee, sorry, een kleine 10 minuten. Ik keek echt naar het einde van mijn shift, maar dat is een of andere terminus departure ding is dat zo. Dus ja, het valt me wel redelijk mee. Oh, dat is niet mijn stoplicht. Die wel. Dat is volgens mij een stoplicht voor de fietsers. Ah, oh, fijn. Dat stoplicht wordt gewoon net... Oh, we moeten hier stoppen volgens mij, toch? Ja. Hallo. Hallo. Een zeer gezegende goeiemorgen. Oh, kijk eens wat hun doen. Hier, hoppakee. Twee aanrijdingen. Alsjeblieft, jongens. Dat gaan jullie flink wat punten kosten, dat. Hoop ik. Dus als ik tegen een passagier zou rijden, raak ik punten kwijt. Dus ik ga ervan uit dat jullie ook punten kwijtraken hiermee. Oh, voor mij staat er een bushalte. Ja. Schutzallee. Ah, kutstoepje. Ik vind het echt nooit leuk als ik tegen stoepjes aan rijd. Echt niet. Nou, fijn dat de stoplichten nog voor ons even op groen wilden blijven staan natuurlijk. Leichenhardtstraße. Ja, dubbeldekkers zien natuurlijk ook rijden. Wat ik over de route gelezen heb is dat het op zich een vrij drukke route is. Vooral als het zo rond schooltijd is, zeg maar. En zelfs rond schooltijd worden er altijd extra bussen ingezet op deze route. Dat is echt best wel gaaf eigenlijk. Stapt u maar uit. Oh, dat waren maar twee. Oké. En daarom dat ik ook een iets langere bus had genomen. Want als ik een enkele bus had genomen... Zou het eigenlijk niet goed komen in, ja, met de drukte die je normaal gesproken op deze route hebt. Oh, en we hebben te maken met een rolstoel deze keer.
Ook al zie je nooit rolstoelers echt eruit komen, maar dat dan even terzijde. Maar volgens mij klappen die automatisch uit. En waar zijn we nou? 229. U-Bahnhof Oskar Helineheim. Voor mij heb ik iets niet helemaal goed gedaan met het instellen van dat ding. Alhoewel, ik weet ook niet helemaal zeker. Kut, dan ging het niet uit. Oh, wij moeten hier af. U-Bahnhof Oskar Helineheim. Zo, doe even de parkeerrem erop. Dan hoef ik hier ook in mijn voeten op de rem te houden. Dat is lekker makkelijk. Voor mij keek ik inderdaad een beetje verkeerd. Ik heb hem wel goed ingesteld. Dicht met die achterdeur alsjeblieft. Dankjewel. Waldrautstraße. Hoe kunnen we nou in één keer een minuut vertraging hebben gekregen? Dat vragen we ook wel een klein beetje af. Nou, stap uit. En graag weer de deur achter u sluiten, alstublieft. Oh, loopt die deur weer te kut of zo? Ga eens dicht. Dank je. Ei! Kijk eens op, man, pancake. Ja, staan blijven, jij gek. Aan wat voor ding? Nou, we rijden met een beetje vertraging, dus ik wil iets opschieten eigenlijk. Gaat dicht. Goed zo. Kerel, what the fuck? Moet ik hier serieus mijn bus tussen gaan drukken? Hoe dan? Nou, YOLO! Woehoe! Endhaltestelle, woehoe! 2 minuten vertraging. Nou ja, boeien. De Ruud. Uitstap iedereen. Eindhalte. Wat zijn? Ik ga gewoon dicht. Goed.
Even kijken. Nou, 2 minuten vertraging, who cares? Wat wij nog moeten doen, is hier omkeren. Wat is dan een terminus? Wat zeg jij, gek? Ha, lekker puh. Zo. Terminus. Eens even kijken waar we overal de status op hebben gekregen. Alles oké. Okay. Ook al hebben we met ongeveer een minuut... Op de een of andere manier waren we vanaf Oscar Heine waren we in één keer... Daarna een minuut te laat bij de Waldrouwstraße. Maar waarschijnlijk dat wij een paar keer bij de verkeerde halt hebben gestopt. Dus dat het daarom zo is. Dus ja, nou, kan gebeuren zou ik zomaar zeggen. In ieder geval wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze episode. Hoop uiteraard dat jullie het leuk vonden. Zowel dat je mij een blauw duimpje omhoog geeft als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En zou je graag meer van mijn episodes willen zien, dan kun je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. En dan, ja, kun je natuurlijk lekker omzien kijken en zo. Dames en heren, nogmaals iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Tot ziens. Dag.